trap ingestort. Zo, nou moet ik even uitrust. Is lood in de beentjes. Ik kan net zo filmen als de survival man. Waar zijn we? Oh, die komt daar. Valt tegen. Nog een stukje. Zo. Ja, ik ben er ook bij. Zet die aan. Ja. Of niet al te veel tegen de reling leunen. Nee, reling. Nou, maar dat is even wat lastig. Dan gaat de camera weer. Dat betekent schaduw. Yes. Oh. Balken in de laatste stukje. En dan is dat een beetje het hoogste punt. Een paar minuutjes. Na het VCA-trapje kunnen we gelijk weer naar binnen. Nog een klinker voor de deur gevallen. Hier waait de Turkse vlag boven de burgers. Denk ik. Even kijken. Stil hier. Hey, en ook een mooi uitzicht naar de andere kant. Oh, hier hebben we ook een koepeltje gezeten. Je kunt nog schilderingen iets zien. Hey, slager. Even kijken hoor. Kan ik hier onderdoor klauteren? Nee, ik denk dat ik er even omheen loop. Ik denk dat ik even buiten om ga. Nee, ik denk dat ik toch maar er onderdoor ga. Oh, met de knietjes op de stenen. Oh god, zal maar naartoe. Kniestekken mee moeten nemen. Ja. En daar gaan we. Au. Au.
Kut, de camera is nog aan. Hoe ben je daar nou weer gekomen? Ach, kut, weer van die leuke randjes. Is dit safe? Nee, niet echt. Waar zijn de hekjes hier overal? Een zwaar verdek opgesteld. Dit is leuk te filmen. Gelukkig hekje achter je rug. Hekje. Dat is hekje. Hekje is weg. Hierheen. Een beetje tegenlicht. Oh, ik moet even zo wat doen. Weet je, Arend, wij zijn met de auto. Nou, ik ben er niet binnen geweest. Ik ga gewoon door, hoor. Dus dat is. Echte knusse woonkamer hebben we nog niet ontdekt. Veel regen heen gestaan, hè? Dat is een handig gaatje. Ja, een beetje. Ik kan mijn kleren ook nog. Struikjes eromheen. Dan kan ik lekker op de kijk in doen. Nou. Even omdraaien. Oh, andersom. Het brek af. Nou, dan zullen we maar even zeggen. De groetjes uit Turkije. Turkije. En, nou. Ik geniet nog even wat uitzicht. En,